Ik haal een grote bak ijs op de botermarkt in Leiden met de lekkere Braziliaanse ijsboer. En op de terugweg kom ik langs Arnie's verjaardag. Hij bekent zijn terras van Leiden. En daar zit Henk de kapper. En Henk is de grootste levensgenieter van Leiden. Hij zit daar in de eerste lentezon op het terras met een grote pul bier voor zijn neus. En hij ziet mij lopen en hij schreeuwt over het hele terras heen. Hi Meijer! Hi Meijer! Kom even een biertje doen, man. Yeah. Ik zei, nee man, ik zei mijn schoonmoeder eerste en mijn kinderen en ik heb een bak ijs en mijn vrouw. Ah Jochem, laat ze dat teer in kragen, man. Kom op, man, ijsbier. Ik zei, nee man, echt niet, echt niet. Nou, eentje dan, nou eentje dan, maar dan ga ik naar huis. Nog eentje dan, maar dan ga ik naar huis. Nog eentje dan, maar dan ga ik naar huis. Ik heb inmiddels zo'n ijskoud biertje voor mijn neus staan. Met van die druppels aan die zijkant. En hij smaakt me zo fucking lekker dat ik meteen een tweede bestel. Puur om te controleren of die eerste echt wel zo lekker was. Omdat ik heb een meisje van de horeca naar buiten. Met een hele grote schaal met bitterballen, vlammetjes en mini frikandelletjes. Dat noemen wij in Leiden de bruine fruitschaal. En Henk zegt, ah joh, als je in Leiland een biertje aan het drinken bent, hoort er altijd even één bitterballetje bij. Ik zeg, dat weet ik. Ik zeg, maar dan moet het een beetje afvallen. Dus ik heb tegen mezelf gezegd, ik ga een jaar lang niets uit de frituur eten. Hij zei, lul niet, neem gewoon een bitterbal. Ik zei, nee, vind ik echt niet. Ik hou me daar aan. Ik ga een jaar lang niets uit de frituur eten. Hey. Nou, eentje dan, nou eentje dan, maar dan ga ik naar huis. Nog eentje dan, nog eentje dan, maar dan ga ik naar huis. Nog eentje dan, maar dan ga ik naar huis. Een minuut heb ik 10 van die mini frikandelletjes bij mij in de hersen. Daarna wat bitterballen. Daarna veel te veel vlammetjes. Mijn hele muil staat in de fik. De vlammen komen eruit. Met een paar biertjes is het allemaal weer geblust. Op dat pak Henk uit zijn rechterbroekzak een rookwit pakje. Hij zei, Jochem, als je in de zon zit met een biertje en een bitterbal, hoort er na een paar biertjes altijd even één sigaretje bij. Ik zei, man, je gaat daar niet meer roken. Niemand rookt meer in Nederland. Hij zei, dat weet ik wel. Maar af en toe na een paar bier vind ik het gewoon lekker. Ja toch? Hij zei, maar jij een sigaret? Ik zei, vriend, hey. Ik heb 2 kinderen, man. Ik heb al 20 jaar niet gerookt. Ik ga er niet op het terras in het openbaar. Een wees daar ook hier op het terras. Iedereen wijst. Hey vriend. Hey. Ha, ha, ha. Nou, eentje dan, nog eentje dan. Maar dan ga ik naar huis. Nog eentje dan, maar dan ga ik naar huis. Nog eentje dan, maar dan ga ik naar huis. Nog eentje dan, maar dan ga ik. Op dat moment controle in mijn rechterbroekzak. Ik neem mijn telefoon op. Ik zeg, ja schatje, ik zie je wel zitten. En daar aan de overkant van de gracht zie ik mijn vrouw en mijn schoonmoeder op de gezinsbezem. Ben je nou een biertje aan het drinken? Nee, het is geen biertje. Dat is een gele smoothie met kokosschuim. Is dat een bitterbal? Nee, een gepofte kastanje. Wat heb je handen? Ik zeg, een wierookstokje. We geven het een plekje. Oh, mooi zeg ze. Wat is die plas onder je stoel? Ik zeg, het was ijs. Maar ik haal even een nieuwe. Oké, schat, maar kom je nu naar huis? Ik zeg, schat, ik kom meteen naar huis. Maar nog eentje dan, nog eentje dan, maar dan ga ik naar huis. Nog eentje dan, nog eentje dan, dan ga ik naar huis. Nog eentje dan, nog eentje dan, dan ga ik naar huis. Nog eentje dan, nog eentje dan, dan ga ik naar huis. Nog eentje dan, nog eentje dan, maar dan ga ik naar huis. Nog eentje dan, nog eentje dan, maar dan ga ik naar huis. Nog eentje dan, nog eentje dan, maar dan ga ik naar huis. Nog eentje dan, nog eentje dan, maar dan ga ik naar huis. Ik heb zo'n zin in de lente, zo'n zin in de lente, zin in de lente vandaag. Ik heb zo'n zin.